jij dacht na 40 jaar schrijverschap, ik zal het een duidelijke titel geven. Ja, het is een beetje brutaal om zo'n titel te kiezen. Dat begrijp ik, maar het titelverhaal zelf, wanneer die man dus in die onbekende buurt, in die onbekende flat terechtkomt met een onbekende mevrouw die, ja, die niet het meest voor de hand liggende werk uitvoert in haar woning, dan heeft zij op een gegeven moment een gesprek met hem en dan, ja, dan zegt ze dat zij misschien alles wel zo gemanipuleerd zou kunnen hebben. Het staat wel met kleine letters, zodat het een beetje open ligt. Hè? Ja. Een beetje voor en een beetje daarna. En vul maar in of je dat echt wel vindt. Ja. Het is zowel met mededogen als met zekere meedogenloosheid natuurlijk. Ook, ja. Geschreven. Ja, 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 ja. En fictie is nou juist iets wat niet alleen verleiden en verstrooien kan, maar dat je juist tot in een kern van een wereld kan trekken, tot in de kern van een personage. En dat je daardoor juist veel meer aan het denken kan zetten dan wanneer het non-fictie is. Dat er geweld voorkomt in de verhalen. En zeker in de jongste bundel, waarin 6 verhalen staan, daarin zit het in ieder verhaal. En soms is dat kwaad, maar het is niet altijd kwaad. Soms is het wraak op kwaad. Ja. Andermans kwaad. Ja. Dat kan doordat iemand aardig is of omdat hij beschaafd wil blijven, verstopt blijven, maar het kan ook uitbreken. Ik weet niet of het echt zo is dat het in mijn werk duidelijker te zien zou zijn dan in andere literatuur. Maar waarom dat geweld erin zit? Ja. Ik kan zelf niet eens ruzie maken. Ik word misselijk al bij het idee dat ik met iemand ruzie zou moeten krijgen. Oh. Dan slik ik wel alles in. En omzeil het onderwerp of wat dan ook om geen ruzie te krijgen. Ja. Dus wat dat betreft ben ik, zoals misschien zoveel van die personages, laat ik het allemaal over me heen komen en doe niks. En zou zelf ook wel eens actie willen plegen. Maar die actie pleeg je dan natuurlijk in je werkkamer. Ja. Die geeft aan je personages mee. Misschien is dat voor mij ook wel een ontsnapping. Hè? Nou, zou een psychiater toch een mooie uitleg vinden. Ik heb het nog nooit zo geprobeerd te benaderen. Maar, wat zou kunnen, je kan personages dingen laten doen. Laten... uitvoeren die ik graag zou willen uitvoeren. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, dan staat er deze nog wel wat te wachten.